Mijn naam is Sylvino Seymour, ik ben 25 jaar. All the way from Almere, de mooiste stad van Nederland, zeg ik altijd. Ik heb een paar boven gezeten. Ja, dat wil ik, goed zo, Arma. Ik heb twee broertjes en een zusje. En je zal het misschien niet geloven, maar ze zijn een drieling. Ze zijn alle drie 19. Ja, mijn moeder heeft haar best gedaan. Ik wist nog dat ik voor de spiegel stond en ik zei, God, geef me alsjeblieft een broertje en een zusje. Maar ja, hij was zo lief om er een derde bij te geven. Ik wist nog, er is één moment in mijn leven geweest dat eigenlijk mijn hele leven heeft veranderd. En dat was het moment dat mijn vader mijn moeder sloeg. Eigenlijk, dat hij mij sloeg, vond ik al een beetje normaal. Ja, dat hoorde erbij, dacht ik. Maar toen hij mijn moeder sloeg, dacht ik, dit kan niet. En daar zal ik jullie meer over vertellen later. Dus dit ben ik. Ik ben aan de linkerkant, die sexy. En dat is super sexy. En 6 jaar geleden ben ik begonnen, net op dezelfde manier als Emily, via het project Zomerondernemer. En ik wist nog, het was mei 2010. Mijn neef en ik zaten eigenlijk op een warme dag zaten we achter de computer. Want waarom? We waren mooie dames aan het bekijken op Facebook. We hebben ze niet gevonden, helaas. Ja, iets kwam ertussen. En wat kwam ertussen? Dat was een advertentie. En er stond een advertentie op een website en de advertentie luidde als volgt. Wil je geld verdienen in de zomer? Ik keek hem aan, hij keek mij aan. En ik dacht alleen maar van, hoe kan je dat vragen aan twee werkloze donkere jongen? Dat is het enige wat ik dacht. Ik klikte erop, eigenlijk met de wetenschap van nu zou ik denken, dit is een scam. Maar gelukkig was ik een beetje naïef. En zag ik dat het een project Zomerondernemer was. En een zomerondernemer had een aantal voordelen. Je kon dan in de zomer kon je ondernemen. Ik had toch geen geld, dus ik kon niet op vakantie. En er stonden 3 punten die mij eigenlijk aantrokken. Het eerste was, je krijgt een gratis coach tot je beschikking. Ik wist niets van het ondernemen, dus ik dacht van oké, dit is een hele goede om mee te beginnen. De volgende was een netwerk, want er waren ook een aantal grote bedrijven gekoppeld aan het project Zomerondernemer. Maar wat ons echt aantrok, was die 200 euro. Geloof me, als je geen geld hebt, is 200 euro alles. Ik dacht dan meteen, dit ga ik uitgeven in de club. En ik koop 2 flessen en dan is het weer op. Maar het is anders gelopen. Want mijn neef en ik zeiden van, oké, we gaan beginnen met de Segway. Kennen jullie de Segway? Ja, het is een elektrisch apparaat, zelfbalancerend, met 2 wielen aan de zijkant. En wij deden daar promotie mee. Dus we hadden mooie dames hadden we rijden op een promotie. Ja, op een Segway met een promotiebord aan de voorkant. Maar voordat je begint, heb je natuurlijk klanten nodig. Dus ik dacht van ja, waar vind ik klanten? En voor mij was het grootste bedrijf in Almere was de Mediamarkt. Dus ik was best wel brutaal. Ik belde naar de Mediamarkt. En waar rempel kon ik op gesprek komen. Ik wist nog, aan deze kant zat de stagiaire. En aan de andere kant zat de bedrijfsleider. En het gesprek ging lekker en ik zei van ja, dit doe ik en dit doe ik voor jullie. Tot de vraag kwam, maar ja, Sofina, dit is allemaal leuk en nader. Maar hoeveel vraag je nou eigenlijk? En zo lang bleef ik ook stil. Zij zag het aan. Ik zei van ja, ik noemde gewoon een bedrag op wat ik lekker vond, wat ik kon uitgeven aan vrouwen. Maar hij zei van oké. En 2 dagen daarna kreeg ik een mail terug met alle punten die ik fout deed volgens hem. En ik dacht van ja, rot op. Je bent geen ondernemer en dan kom je mij deze dingen vertellen. Maar hij had gelijk. Toen dacht ik van oké, ik laat me niet kisten, ik ga het nog een keer proberen. Voor mijn geluk was de Rabobank verbonden aan dit project. Dus ik belde gewoon de Rabobank weer op en zei van ja, ik ben een zomerondernemer. Geef mij alsjeblieft de kans. Ik mocht ook bij de Rabobank. Weer met, dit keer met 3 mensen, dus het maakte het net iets moeilijker. Ik kwam met de zelfgemaakte flyer, want ik had nog geen opdrachten. Dus ik liet gewoon een flyer zien van een Amerikaans bedrijf. En ze zeiden van oké, dit ziet er leuk uit, Maar jullie voelen hem al aankomen. Maar hoeveel vraag je dan? En ik was weer stil. En willen jullie weten wat ik zei? Ik hoor het. Willen jullie weten wat ik zei? Ja. Oké. Ik zei van, onthoud dit hè, want jullie gaan deze vraag ook krijgen. Ik zei van, ik heb een aantal dingen voor jullie opgeschreven wat jullie wensen zijn. Wat ik vervolgens kan doen als ik weer thuis ben, zal ik op de computer zal ik alles opstellen met een bijbehorende offerte. Vervolgens zal ik de volgende dag bellen en dan kunnen we kijken op dat moment of mijn offerte en jullie wensen schikken. En het lukte. Ik kreeg een opdracht voor een aantal maanden en ik voelde me rijk.
vijf jaar daarna, of laten we zeggen zes jaar daarna, dat was vorig jaar, kwam ik op een idee. En ik kwam op een idee om een online platform op te zetten, waarbij ondernemers en ambitieuze professionals in de negen Nederlands sprekende landen op zakelijk gebied kunnen verbinden. Kom daar straks op terug. Want ik wist dat ik ben best wel creatief, maar bedrijfskundig ben ik best wel slecht. We hadden het net over opleidingen. Ik ben bij MBO Bank en Verzekeringswezen. Ik dacht van oké, ik heb dat papiertje. Ik stop, want ik had te veel geld in mijn bedrijf gestoken. Dus dat was mijn probleem. Dus ik dacht van oké, als ik die kennis niet zelf heb, ga ik die kennis zoeken. En daar was Pascal. Maar ik dacht van oké, Pascal is niet zo makkelijk over te halen. Dus ik moet iets doen om hem vervolgens over te kunnen halen. Dus ik heb een hotel geboekt in Groningen. De beste feeststad van de wereld. Oké, van Nederland. Ja, ik ben in meer steden geweest, dus ik dacht van nee, dat klopt niet. In Nederland. Ik heb hem dronken gevoerd en ik heb hem gepist. Ik zei, hé, dit gaan we doen, hè, Pascal. Hij zei, ja, helemaal top. Maar hij is er nog steeds, dus dronken en nuchter, het heeft gewerkt. Maar dan heb ik een vraag. Ik heb het over de negen Nederlands sprekende landen. De meeste mensen weten niet dat er in negen landen Nederlands wordt gesproken. Dus ik wil aan jullie vragen, in welke landen wordt er Nederlands gesproken? Of is onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden? Wil ik een aantal landen van jullie horen. Aruba. Suriname. Bonaire. Zuid-Afrika niet, daar spreken ze Afrikaans. Ja, maar is wel een goeie. Bonaire. Curaçao. Sint-Maarten. België, Sint-Maarten. Nederland. Nederland, natuurlijk. Dan missen we nog drie. Of nog twee. Nee, dat zijn eigenlijk bijzondere gemeentes van Nederland. Dat zijn Saba en Sint-Eustatius. Dus dat zijn eilanden met 1800 en 4000 inwoners. En eigenlijk gelden daar dezelfde wetten en regels, maar dan op een heel klein eiland. Natuurlijk, dat werkt niet helemaal. Hier zie je dus de landen. Maar vervolgens, ik heb drie onorthodoxe tips, want ik moest hier komen en ik moest tips geven. En ik dacht van ja, iedereen gaat zeggen dat je hard moet werken en ja, je moet je buurman bellen om natuurlijk je producten te verkopen. Maar ik dacht van, ik doe het anders. Dat vind ik jammer dat je niet ziet. Maar Anja, de eerste is netwerken. We hadden het al net over netwerken natuurlijk, dus je denkt van ja, wat is daar zo onorthodox aan? Maar er zijn drie levels van netwerken. Je hebt de eerste level van netwerken en dat is eigenlijk, hoe moet ik dat netjes zeggen, onder je stand. Dus mensen die minder dan jij weten. En de mensen die minder dan je weten, dat zijn de mensen die van je gaan kopen. Dus onthoud het. Want ze weten niet hoe je product in elkaar zit. Jij legt het ze uit en op basis van wat jij hebt aangeboden, denken ze van oké, daar heb ik vertrouwen in. Vervolgens zijn de mensen waar je gelijk mee staat. Stel je voor, jij bent vijf jaar een ondernemer, de anderen ook. Jullie weten misschien evenveel, net als Pascal en ik. Dat zijn de mensen waarmee je gaat samenwerken. Dus dat kunnen de partners van je worden. En dan, dat zijn de mensen die eigenlijk boven je stand leven. Dus laten we zeggen, de mensen waar jij naar opkijkt, de mensen die jouw mentor kunnen zijn. Als we links boven kijken, dat is Shandino. Dat was bij zijn nieuwe film, waar we hem aan het lastigvallen met een homecamera. Dezelfde homecamera als die daar stond. En er stond hiernaast stond RTL Boulevard met een grote camera. Daarna stond SBS6 met de camera. Maar ik heb best wel geleerd om assertief te zijn in Suriname. Want ik moest dames versieren op straat. En dat gebeurt niet als je ze niet aanspreekt. Dus ik zag dat Ojai Wilson voorbij kwam. Ja, natuurlijk de bekende fashionista. En ik zei van, hé, Ojai, jij ziet er zo goed uit. Draai even om en kom maar hier. En ze kwam, waarom voor? Misschien dacht ze dat ik Edgar Davids was. En vervolgens, wie hebben we nog meer? Ik vind deze ook leuk. Dat is Bob Kribas en dat is eigenlijk de oud-eigenaar van Marktplaats. Zijn bedrijf heeft hij ongeveer 12 jaar geleden verkocht. En dat heeft hij verkocht voor 225 miljoen euro. En hij heeft er 72 miljoen euro aan overgehouden. Hij zei van ja, kom hier maar langs om te praten. En ik dacht, waarom? Maar ja, we waren er. En we hebben nog af en toe contact met hem. Deze zomer gaan we ook naar zijn landgoed. Ja, om een beetje met hem te relaxen. Misschien heeft hij nog ondernemerstips. Vervolgens zie ik ook Pascal met twee mensen staan. Eentje van de PvdA met Pechtold.
En met de nieuwe burgemeester van Almere. Dus Pascal en ik zijn echt politieke draaikonten, heb ik gezien. Maar dat zijn wel de mensen waar je naar kan opkijken. Dus netwerken was mijn eerste tip. Vervolgens, mijn tweede tip is reizen. En dan denk ik van ja, ik ben student, ik heb geen geld. Maar niet uit. Ga op reis. Ik heb het geluk gehad dat mijn vader bij KLM werkte. Dus tot de leeftijd van 23 mocht ik eigenlijk de hele wereld rondreizen voor een bedrag van €200 per reis. En daar heb ik gretig gebruik van gemaakt. Op een gegeven moment dacht ik, het laatste jaar, mijn motivatie was een beetje weg. Ik was meer aan het reizen dan dat ik aan het ondernemen was. En toen dacht ik van ja, weet je, ik heb spaargeld, laat ik het nu maar gaan doen. Dus na mijn eerste reis naar Dubai, na mijn tweede reis naar Marokko, dacht ik, ja, de sfeer zit er goed in. Vervolgens ben ik naar Aruba, Suriname, Curaçao geweest. Ik ben naar Oeganda geweest, ik ben naar Maleisië geweest, Thailand en Hongkong. In 1,5 jaar. Dus je kan begrijpen, ik was zelfs moe van de jetlag. Maar wat leer je tijdens het reizen? Voor het reizen moet je het budgetteren. Ik wist per reis dat ik ongeveer €1000 nodig. Als ik geen plek zou krijgen terug naar Nederland, want zo zit het systeem in elkaar van KLM. Als er plek is, mag je mee. Als er geen plek is, dan ga je niet mee. Dan moet je langer blijven. Dat heb ik ook een aantal keer gehad. Dus ik moest meer geld hebben dan ik eigenlijk qua budget had. Ik had altijd een spaarpotje. Maar ik reisde alleen, dus ik moest altijd met mensen in contact komen. Dus dat deed ik via Facebook, dat deed ik via Couchsurfing. En ik zei van, hé, de leukste Suriname is in jullie land. Wie wil een biertje met me drinken? En ik had altijd mensen om me heen. Dus je leert netwerken. Maar je leert ook jezelf kennen, want ik had niet altijd mensen om me heen. Dus op het moment dat ik geen mensen om me heen had, dacht ik van, ja, wat moet ik nu gaan doen? En dat is het moment dat je alleen bent, ga je nadenken van, hé, wat is wat ik wil en hoe ga ik dat bereiken? Dus dat is belangrijk, reizen. Vervolgens de derde is leer een nieuwe taal. Wie spreekt meer dan 3 talen? Oh, de enige. Waarom ik het zeg? Waarom je volgens mij 3, of laten we zeggen meerdere talen moet leren? Zoals jullie weten, de wereld globaliseert. Dus dat betekent, ja, de wereld wordt net iets kleiner dan wat we gewend zijn. En ik dacht bij mezelf, ja, ik heb niet de mogelijkheid gehad om naar Zuid-Amerika te reizen, omdat ik geen Spaans sprak en ik wilde niet met locals in contact komen en geen Spaans kunnen spreken. Dus ik dacht bij mezelf van, hé, dan ga ik Spaans spreken. Vanaf vorig jaar ben ik begonnen met de privécursus Spaans. Ik ben nu een jaartje bezig. Ik ga elke 3 maanden ga ik structureel naar Spanje. Vraag me niet waarom. maar dat is echt gewoon puur om de taal te leren. En zo heb ik ook een Spanje. Ahora. Dus je ziet wel dat het kan. Als je maar bezig blijft. Dus leer een nieuwe taal. Want ik heb uitgerekend, als je Engels met 800 miljoen mensen spreekt. Maar als je ook Spaans spreekt met 600 miljoen mensen. Kan je met meer dan 1,3 miljard mensen communiceren. En mijn doel is om meer dan 1 miljoen mensen, of laten we zeggen jongeren in dit geval, bereid of klaar te stomen voor het ondernemerschap. En dat wil ik niet alleen in het Nederlands doen. Nee, dat wil ik in het Nederlands doen, dat wil ik in het Engels doen, dat wil ik in het Spaans doen en ook Surinaams. Maar ja, dat spreken we niet echt in Suriname. En dan je motivatie. Je motivatie is zo belangrijk. Ik had jullie al verteld over mijn ouders. Ik kon me nog herinneren, ik was ongeveer 10 jaar oud en ik was beneden aan het spelen. En ik hoorde opeens een gegil. Ik rende naar boven, want toen de tijd woonden we ook nog in Almere en we hadden toen een zolder. En ik zag dat mijn vader mijn moeder sloeg. En ik kan me dat moment nog heel goed herinneren. Vervolgens, mijn moeder is best wel sterk, ze vond ergens een stang. En sloeg daarmee op zijn hoofd. En toen escaleerde het echt. En ik wist niet meer wat ik moest doen. Dus het enige wat ik bij mezelf dacht om te doen was om naar beneden te rennen. Om de telefoon te pakken en ik kon kiezen tussen 2 nummers. 112, maar ik dacht van ja, voordat die er zijn, dat duurt misschien 10 minuten. En dan is er een van hen dood. Of ik bel mijn oma. Ik weet niet waar dat gevoel vandaan kwam, maar dat voelde gewoon beter. Gelukkig, mijn oma zat altijd naast de telefoon, dus ze nam op. En ik zei, oma, u moet nu helpen, want papa is mama aan het slaan. Ik rende weer naar boven, ik gaf de telefoon aan mijn vader. En ik weet niet hoe het kwam, maar hij stopte opeens met vechten.
Vanaf dat moment is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Ze zijn toen uit elkaar gegaan. Misschien is dat ook wel beter. Maar dat heeft me wel gemaakt tot de man die ik nu ben. Ik heb eigenlijk voor mijn broertjes en zusje moeten zorgen. Omdat mijn moeder nog een tweede baan ernaast moest nemen. En ik heb mijn broertjes en zusje ook zien opvoeden. Of zien opgroeien. En eigenlijk op een manier die ik eigenlijk als broer zou moeten zien. Maar nu heb ik het als een soort van vader gezien. En dat is mijn motivatie. Want ik heb mijn moeder 6 jaar geleden beloofd. Van ma, ik wil u met pensioen laten gaan. Want u heeft zo goed voor me gezorgd. Nu wil ik iets terug doen. En vanochtend dacht ik eraan van ja, wat kan ik jullie meegeven? En wat ik jullie kan meegeven is elke dag dat je opstaat, dat je zelf afvraagt, wat is mijn doel in het leven? Ik las vanochtend een mooie quote van een van onze schrijvers. Pascal zal straks meer vertellen over internationaal ambitieus. En hij zei van, als je vandaag bent opgestaan zonder doel, kan je liever weer gaan slapen. Dus mijn laatste vraag aan jullie weer is voor morgen. Als je morgen opstaat, wat is je doel? Geef ik het woord aan Pascal.